Hallo Chrismaholics! Ik denk na de afgelopen jaren dat we allemaal wel weer toe zijn aan een kerst waarin we met elkaar samen kunnen zijn. Echt samen kunnen zijn. En daar speelt deze trend op in. Hey, hey, together again! Het thema is lekker traditioneel en een tikje Scandinavisch. En ik denk, zeker als je mijn blogs en vlogs al langer volgt, dat je deze stijl ook al wel kent. Want het is iets wat gewoon elk jaar weer terugkomt. En dat is ook niet zo gek, want het is gewoon met dat rood en met dat wit super gezellig, super kneuterig en super knus. De hoofdkleuren zijn dus rood en wit. En dat wordt aangevuld dit jaar met zilver, met winterswit en met mistletoe green. In elke trend zitten wel een aantal eyecatchers, van die opvallende ornamenten of figuren. En in dit thema is het snoep en koek, want het zijn bijvoorbeeld gingerbread mannetjes, maar ook candy canes en allerlei andere eetbare decoraties. Favoriete ornament dat ik gezien heb in deze trendkamer was toch wel de kerstman met een gestreept pak aan, een soort striped pyjama's. Die vond ik echt super leuk. Het is dat ik geen rood in mijn kerstinterieur heb thuis, meestal niet tenminste. Maar anders zou ik, als ik die tegenkwam in de winkels, echt wel een exemplaar mee naar huis nemen. Verder heb ik allerlei kerstsokken gezien. En oh ja, van die elf on a shelf figuur, maar dan op een kerstbal. Een soort elf on an ornament. En dan vergeet ik nog bijna de houten versieringen. Onder andere natuurlijk notenkrakers, die mogen niet ontbreken. Maar ook allerlei andere houten decoraties. En in de showroom was een soort van Santa's workshop nagemaakt. Alsof de kerstman en de elfjes daar zelf kerstversieringen van hout maken. Nou, dat was hem weer. En het enige wat ik nou nog hoef te doen is jou te vragen om een reactie achter te laten hieronder. Want ik hoor uiteraard ook graag van jou wat jij van deze trend vindt. Vind je dat traditionele, knusse, gezellige, kneuterige rood-wit leuk? Of is het niet helemaal jouw smaak? Laat het me weten en volgende week ben ik er weer. En jij hopelijk ook. Tot dan. Doei!